Zometeen gaat in Brussel The Drop in première. De eerste Amerikaanse film van de Vlaamse regisseur Michael Roskam. Hij kreeg een Oscar-nominatie voor zijn vorige film, Runskop, met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol. Schoenaerts speelt nu ook mee, maar deze keer niet in de hoofdrol. Die is nu voor de Britse acteur Tom Hardy. Hardy is er vanavond niet, maar AG van Tomme, die zullen we niet horen klaren. Niet horen klagen, want AG, je hebt wel Matthias Schoenaerts en Michael Roskam bij jou, hè? Ja, Stef, de sterren van The Drop die staan hier bij me. Regisseur Michael Roskam, acteur Matthias Schoenaerts en de Zweedse actrice Noomi Rapace. Heren en dames, welkom in Brussels. En welkom, heren, op de Belgische Rode Loper nog een keer, want eerlijk gezegd, we dachten dat jullie kwijt waren in Hollywood. Nee hoor, we zijn hier en we zijn ook eigenlijk, we hadden het nog niet door, maar we zijn al de laatste 24 uur echt zo beginnen nerveuzer en nerveuzer worden. Ik ben nu 10 keer nerveuzer dan in Toronto. Dat is een wereldpremière en heel de wereld kijkt, maar ik ben veel nerveuzer hier, want dat blijft mijn wereld. België blijft mijn land, dus we zijn niet weg, we blijven. En we gaan af en toe op en af. Ja. Dat geldt ook voor jou, Matthias? Ja, absoluut. Ik voel kriebels al de hele dag. Het is een leuke thuiskomst. We gaan veel mensen zien die we kennen. En ik ben heel opgewonden om de film nu uiteindelijk los te laten op de wereld. En ik kijk er naar uit. Ik ben heel blij om hier te zijn. Noemi, you worked with our two Belgian stars. How was it working with these two gentlemen? Amazing. Absolutely fantastic. And the accent of Matthias in the movie. It's really Brooklyn accent. Were you impressed? I was impressed by everything with him, not only the accent. Michael, The Drop is ondertussen ook al te zien in de Verenigde Staten. Krijgt daar goede kritieken. Ben je daar blij om? Ja, uiteraard. Mensen die... Je hoopt gewoon op gewoon positieve reacties. Niet alleen van de kritiek, ook van het publiek. Je hoopt dat de mensen de film gaan zien, dat de film ook iets opbrengt. Want ja, zo'n dingen die kosten wel allemaal veel geld. En de investeerders zullen ook graag hun geld terugzien en zo. Dus, maar ja, ik ben super content. Echt waar. Ja, en nu vanavond hier afsluiten is echt absoluut de kers op de taart. Ja, was het een van je voorwaarden dat Matthias zou meespelen in die film? Ja, dat was geen iets voorwaarden. Dat is een ding op zich. Dat gebeurt gewoon. Ja. Dat zijn geen voorwaarden. En jij zei meteen ja. Nee, maar jammer genoeg vinden we het te leuk met elkaar. Ja. Spijtig, hè? Dankjewel. Oké, dankjewel, heren. Ik zal jullie laten gaan, maar jullie moeten nog veel handtekeningen uittekenen. Thank you very much. Zo, Stef, nog even meegeven dat deze première voor de genodigden was. En morgen kan iedereen natuurlijk gaan kijken naar The Drop in de bioscoop. Goed, dankjewel, Aagje.